De hele Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd, of althans dat deel wat met pensioen gaat, met een AOW-gat. Daarin worden verschillende regelingen getroffen en ook ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid. Ik heb verschillende staatjes gezien, maar je belandt niet zomaar bij de voedselbank. Er is een militair pensioen wat op je 65ste tot uitkering komt. Er was een voorlopige voorziening getroffen, die was onvoldoende. Daar komt nu geld bij. En op basis van de berekeningen die ik heb gezien ben je dan niet veroordeeld tot de voedselbank. Wij hebben ons uiterste best gedaan om een nieuwe voorziening te treffen. Die komt in januari tot uitkering. En ik hoop van harte dat dat ook het verschil goed te zien is op de loonstrookjes. Ik verwacht in maart, april wederom een aantal rechtszaken. Dan duurt het nog weer even tot daar een uitspraak over is. En dat moeten we even afwachten.